En nu, je gaat er met veel verwachtingen heen. De eerste 10 minuten is het ook echt een buitengewoon leuke, interessante wedstrijd. Ja, dan valt die rode kaart en is eigenlijk voorbij. Vooral omdat daarna, 2 minuten na de eerste, de doelpunt valt. Vond jij het een rode kaart? Ja, ik vond het wel een rode kaart. Ik heb hier aan tafel gehoord dat er iemand was die het geen rode kaart vond, maar ik vond het wel een rode kaart. Met wel voetbalverstand bedoel je? Omdat hij ook al vastgehouden wordt. Dus je kunt inderdaad niet helemaal inschatten. Maar goed, dat doet hij toch. Ik vond het wel degelijk. Nou ja, omdat je kunt niet bewijzen dat hij die bal niet had kunnen controleren, maar hij wordt al vastgehouden. Ik vond ook een rode kaart, Kenneth. Hij vond ook een rode kaart. Om die reden. Hij heeft hem al vast voor het, want het ziet er heel knullig uit, maar hij kan hem niet controleren omdat hij al uit balans wordt gebracht. Maar hij gaat hem pas afpakken wanneer de bal eigenlijk voorbij is. Nee, daarvoor moet je goed kijken. Maar daarvoor heeft hij hem al vast. Maar wij kunnen wel alweer zijn, de hoofdrolspeler vindt zelf van niet. Dat hij waarschijnlijk niet bij de bal kon. Ja, maar die heeft mogelijk niet bij de bal. Niet alle voetballers kunnen hun eigen situatie altijd even goed inschatten. Beter dan wij van buitenaf. Ja, die 17 herhalingen tot hun beschikking hebben voordat zij die überhaupt gezien hebben. Ja, maar je in de wet dan voel je gelijk of deze bal echt voor mij was of niet. Dat voel je en dat voelde Guus Til. Dus Kijk, je kunt alleen twijfel hebben of die scheidsrechter zo snel rood moet geven. Kijk, maar de scheidsrechter vond het overigens geen rode kaart, want die maakte een beweging van... Hij kreeg het op zijn oortje. Maar goed, dan is het wel... Kijk, en je kunt beter, vind ik, dan geen rode kaart geven en dan nog eens een keer naar die VAR gaan kijken, dan andersom. Want nu kun je eigenlijk... Het is niet echt een fout, dus de VAR kan het eigenlijk niet meer herstellen. Cool, nee. Dus dat is een beetje een probleem. Dat zie je toch wel vaker. Dan wordt er te snel besloten om dan rood te geven. Waarmee je die wedstrijd gewoon om zeep helpt. Ja, jullie vonden zeker ook een penalty voor Ajax? Voor Wout Weghorst? Nee, vond ik ook niet. Oh, okay. Ja. Vond je ook geen penalty? Hij is wel hopen nog. Nee, maar vond je ook geen penalty? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat was echt helemaal niks. Maar dat is dan weer over dat VAR. Maar goed, dat vond Mario van Eijden wel. Blijft er vanaf schrijven en dan komt de VAR wel. Maar nu kan je niet zeggen... Met die onzin van 100% fout. Maar het was wel heel dom van die verdediger van AZ. Ja, dat vond ik vooral. Als je toch die situatie leest en inschat, dan ga je eraan toch... Waarom zou je in hemelsnaam zo'n moment... Hij zijn nog geen rode kaart gegeven voor domheid. Nee, dat is waar. Dus dat is geen argument. Nee, maar het is, als je het zo inschat en je ziet die situatie... vind ik het zo oliedom dat je dan aan een shirtje gaat. AZ het ook een rode kaart vindt, want ze zijn niet in beroep gegaan tegen die schorsing. Of ze hebben een beetje klasse. Dat is een kleine sneer naar... PSV. Maar dan doe je op het gedrag nu van afgelopen week het ook weer van Bos, bedoel je? Nee, ik heb het eigenlijk over de Marcel Brands, die daarna zei van... En wat je vorige week inderdaad zei. Ja, precies. Dus daar doel ik meer op.